Mijn naam is Jan de Bruyne. Ik kom uit Vlaanderen, uit Antwerpen. En woon nu sinds 15 jaar in Piemonte, Noord-Italië, waar wij een klein wijndomein hebben. Een hele hoop toevalligheden, zoals altijd. Af en toe passeert een trein in je leven en je springt erop of je laat hem voorbij gaan en dan komt hij niet terug, denk ik. Ik was een beetje uitgekeken op wat ik aan het doen was in België. En ondertussen kende ik Paula ook al enkele jaren. En op het einde hebben we beslist van hier in Piemonte een huisje te zoeken voor als ik met pensioen zou gaan. Een huis met wat grond, een onneembaar mooi zicht en twee rijen druiven, omdat ik dat al altijd had willen doen. Na meer dan een jaar zoeken kwam uiteindelijk Le Cheque in de picture, wat helemaal niet was wat we zochten, want veel te veel huis. In plaats van twee rijen druiven, bijna 2 hectare druiven. Ik wilde een hectare grond om te tuinieren enzovoort, maar er waren bijna 10 hectare, dus van alles te veel. Maar ja, zoals gezegd, het type trein dat eenmaal passeert, in deze streek een potentieel wijndomein kopen is een rariteit. En dus uiteindelijk hebben we het gedaan. Uiteraard hadden we geen ervaring nog met het wijn maken, nog met het onderhouden van een wijngaard. Met tuinieren wel, ik ben een fervent tuinier, maar als ik één ding goed heb gedaan, dan is het de mensen gekozen waarmee we zijn aan de slag gegaan. En dat is dus een landbouwingenieur voor het werk in de wijngaard en een wijnmaker, ook Poezen. En een wijnmaker die aan het begin van zijn carrière stond en die ondertussen een bloeiende carrière heeft gemaakt. Hier zijn we in de Dolcetto wijngaard. Deze is geplant in 1948 en produceert nog steeds mooie druiven. In het tegendeel, zelfs beter druiven. Oude wijngaarden geven minder druiven, maar meer geconcentreerde druiven. Dus wat resulteert in een superieure wijn. Op dit moment zijn de druifjes mooi aan het groeien. En moeten we dus alle takken binnen de draden brengen. Zodanig dat ze kunnen worden opgeleid tot de hoogste draad. En dan wordt er getopt. Zodanig dat de takken stoppen op de hoogte van de hoogste draad. Deze hoogte is nodig om voldoende blad te hebben, want uiteraard de druiven kunnen pas groeien als ze blad hebben, als er fotosynthese is. De kwaliteit van de druiven hangt af van de hoeveelheid blad welke aanwezig is. Nadeel van de oude wijngaard is dat deze nog op ossenmaat is gemaakt. Vroeger werd er gewerkt met ossen. Dat is de beroemde 2,60 meter. En dus dit is de nieuwe wijngaard van Barbera hier, Nebbiolo Lager, welke we in 2003 hebben aangeplant. De snoeiwijze in Piemonte is guillotine, een Franse manier van snoeien, waarbij telkens een nieuwe tak wordt gebruikt om de vruchtdragende scheuten te laten groeien, terwijl er een korte tak wordt behouden van het voorgaande jaar om de vruchtdragende tak van 2018 te leveren, terwijl deze tak al de vruchtdragende tak van 2019 zal zijn. Hier zijn we dus in de kantina waar de wijn wordt gefermenteerd en nadien ook klaargemaakt voor de botteling. Op dit moment zijn we bezig met het klaren van de Langhe-Rosso 2016. De klaring is een proces waarbij de vaste bestanddelen die nog rondzweven in de jonge wijn, waarbij die uitgeklaard worden bij middel van 2 producten die inert zijn, die dus geen verschil in smaak of in geur gaan geven aan de wijn, die eenvoudigweg dienen om de bestanddelen naar de bodem te laten zakken. Na dit
deze klaring, laten we de wijn 10 dagen rusten. Nadien zal hij overgestoken worden voor de wijnen die 1 tot 2 jaar op hout hebben gelegen, zoals de Barbera en de Nebbiolo. Mag de klaring lichter zijn, omdat het proces al gedeeltelijk tijdens de houtlagering is gebeurd. En daar klaren we op de antieke manier met eiwit, zodat op dat moment opnieuw de resterende vaste bestanddelen naar de bodem zakken en kunnen worden afgevoerd. Hier zijn we dus in de barricaia, zoals het in het Italiaans wordt genoemd, de vatenkelder, waar we de Barbera 1 jaar opslaan, ook de Merlot 1 jaar, de Nebbiolo en de Barolo wijnen worden 2 jaar gerijpt op houten vaten. Deels nieuw, deels tweede, derde en vierde passage. Waarom slechts deels nieuw? Omdat er anders te veel houtsmaak in de wijn komt. Waarom worden de vaten slechts 4 à 5 jaar gebruikt? Ten eerste omdat ze na enkele jaren minder de houtsmaak gaan afgeven. Er komen dus minder elagische tannines uit het hout vrij. En dus dat effect verdwijnt. Maar ook omdat na een aantal jaren de kans op een bacteriële of schimmelbesmetting in het vat toeneemt. We gebruiken verschillende tonneliers, dus vaten van verschillende vatenmakers, omdat er toch een verschil is tussen de ene en de andere tonnelier. Dat lijkt raar, want ze gebruiken allemaal Franse eik, maar toch is er een verschil in de bewerking en dat komt dan ook tot uiting op het einde van het proces, wanneer je gaat blenden, dus de verschillende vaten tezamen gaat brengen om je uiteindelijke wijn te creëren. Na de klaring is de wijn klaar om gebotteld te worden. Hij wordt dan nog tijdens de botteling gefilterd met een grove filter, alleen om macroscopische bestanddelen uit de wijn te filteren, voor zover deze er zouden zijn. En we bottelen ook zelf, we hebben een eigen bottellijn, zodanig dat het hele proces van de druif tot de fles in eigen beheer gebeurt. We bottelen zelf al onze wijnen, zowel wit als rood. Het is een kleine machine uiteraard. We maken nu 40.000 flessen en dan volstaat een machine zoals deze wel. Hier zijn we in Grinzane Cavour, Cru Borzone, waar Le Cecche ook een wijngaard bezit. De Barolo van Grinzane Cavour is zachter, heeft minder tannines dan de Barolo van Serralunga, Sorano, en dus is eerder drinkbaar. Hier staan we voor de Barolo wijngaard Cru Sorano, waar Le Cecche een klein stukje bezit en dit is een van de betere crus van het hele gebied. Omwille van zijn ligging, het klimaat hier is bijzonder aangepast aan de Nebbiolo druif. De derde Barolo wijngaard van Le Cecche en ook de grootste is gelegen in Monforte d'Alba, Cru Brico San Pietro. De Barolo van Monforte wordt gekarakteriseerd door een sterke structuur, veel volume en ook lange houdbaarheid. In Bossolasco, op 780 meter hoogte, bezit Le Cecche een hectare wijngaard waar Riesling is geplant, naast een klein aandeel Manzoni, een lokale witte druivensoort. In wit hebben we een Arneis, lokale witte druivensoort, die zuiver op staal wordt gevinifieerd, geen houtlagering. Een tweede witte is de Riesling,
die wordt in Bosselasco verbouwd op bijna 800 meter hoogte. En dit is uiteraard geen lokale druivensoort, maar op die hoogte was er weinig andere optie dan bij een Riesling te planten. En ondertussen is er ook geschreven dat van de Italiaanse Rieslings deze uit Piemonte veruit de beste zijn. We hebben een Langhe Rosso, dit is een blend van de drie lokale druivensoorten in rood, Dolcetto, Barbera en Nebbiolo. Makkelijke wijn om drinken, past zowel bij Italiaanse als Belgisch-Nederlandse keuken. Diano d'Alba is een Dolcetto, 100% Dolcetto, eens de meer lokale druif, van een hele oude wijngaard die bij aankoop van het domein reeds bestond, geplant in 1948, nog door de vader van de laatste eigenares. Barbera, andere lokale druivensoort. Hier zitten we met een wijn met 1 jaar houtlagering. Daar zit al meer elegantie in. Dat is een zacht ronde wijn die zeker goed gaat bij vleesgerechten. Nebbiolo d'Alba. Dit is dezelfde druif als de Barolo. Maar deze Nebbiolo groeit hier rond het domein, net buiten het Barolo-gebied. En mag daarom geen Barolo heten, maar wel Nebbiolo d'Alba. Deze wordt 2 jaar op hout gelagerd. En zou men als een baby Barolo kunnen omschrijven, zoals onze Amerikaanse invoerder op zijn website doet. Daarnaast hebben we nog een andere blend, Fiammingo. Fiammingo betekent Vlaming. De reden van die naam is niet ver te zoeken, denk ik. Hier zit Merlot in, 60%, 20% Barbera en 20% Nebbiolo. Om landbouwkundige redenen hebben we helemaal beneden aan de voet van de wijngaard een aantal rijen Merlot staan. En deze hebben we geblend met Barbera en Nebbiolo, wat misschien de meest internationale wijn van het gamma oplevert, maar toch zeker weer met een Italiaanse of zelfs een Piemontese schoon. En last but not least uiteraard de Barolo. Deze Barolo komt van de cru Sorano in Serra Lunga. Ook 2 jaar houtlagering, daarna 1 jaar op fles, wettelijk verplicht. En dit is uiteraard de meest gekende wijn van de streek. In de toekomst, vanaf 2019, zou de Barolo Sorano moeten geflankeerd worden door 2 andere Barolo Crus, Brico San Pietro en Borzone. Een pluspunt van deze streek, bijna alle wijnen die hier worden gemaakt met lokale druivensoorten die zelden ergens anders worden teruggevonden, omdat ze zich moeilijk aanpassen aan andere klimaatomstandigheden. Dolcetto, Barbera, Nebbiolo in rood, in wit, Nascetta, Arnijs en nog andere zijn typisch voor deze streek. En dat maakt dus dat er inderdaad, als je dit soort wijnen wil drinken, er voor ons weinig concurrentie is. Nebbiolo wil nergens anders groeien, geeft nergens anders dezelfde kwaliteit als hier. De meeste familiale bedrijven hebben hier tussen de 5 en de 15 hectare. En ja, de stijl van die wijnen kan erg verschillen inderdaad. Daar heb je ook weer een beetje het individualisme van de Italiaan. Iedereen wil zijn ding doen en iedereen probeert zich te onderscheiden. Maar dat maakt de streek uiteraard ook interessant. Het is zeker geen eenheidsworst, de wijn die je hier vindt. Als je 30 wijnbouwers gaat bezoeken, zowel voor de Dolcetto als de Barbera als de Barolo, zal je telkens andere wijnen vinden. En ja, dan is het aan de consument om te kiezen welke hij het liefst drinkt. Dat maakt de streek spannend. Voorlopig zit hij kort. We hebben die nieuwe Barolo wijngaarden. Die hebben we aangekocht in 2015. De eerste wijn daarvan kwam op de markt in 2019. Dus dat wil ik zeker nog meemaken als het enigszins kan. En ook nog wat verder.